Dag Luc, welkom. Hallo. Nu, jij bent een krak in mondharmonica bespelen. Van waar die passie voor dat instrument? Goh, de passie voor het instrument voor mondharmonica is eigenlijk al heel oud. Ik heb eigenlijk vrijwel altijd in bands gespeeld van als ik 15, 16 jaar was. Initieel wou ik gitaar spelen, speelde nog gitaar. Maar vrij snel werd duidelijk dat mondharmonica eigenlijk veel beter past bij wat ik wou doen. En ik ben ook geweldig geïnteresseerd in alles wat met bluesmuziek te maken heeft. En de mondharmonica is het instrument bij uitstek om ook blues te spelen. Dat zijn zo wat de redenen waarom dat instrument zo belangrijk geworden is. Ja, nee, ik ga bij dat laatste blijven, want ik zie daar een boek liggen. Ja. Catfish en katten. Ik ga er hem even bij halen. Ik ga hem ook tonen aan de mensen thuis. Zo ziet hij eruit. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal, hè? Ja. Over de mondharmonica, mogen we wel stellen. Ja, het is het verhaal over de blues en over de mondharmonica als belangrijk instrument erin. En het is eigenlijk een project, een droom, waar mijn broer Mark en ik zelf, want wij hebben het met twee gedaan, al sinds ons jeugd over praten. Mark is pianist, speelt ook blues, speelt gospel en blues. En wij praten eigenlijk al heel lang om terug te gaan naar de plaats waar die muziek echt ontstaan is. En dat is de Mississippi Delta. Dus we hebben dat vorig jaar gedaan, in het voorjaar. We zijn daar met gigantisch veel mensen gaan praten. Mensen die we al kenden. Al is het maar omdat het die mensen waren die we, toen we 15 jaar waren, platen maakten die we gingen uitlenen in de bibliotheek in Aalst, waar we toen woonden. En we hebben die mensen daar ontmoet. We hebben in hun huiskamer gezeten. We hebben met hen muziek gemaakt, gepraat. En dit boek is het resultaat ervan. Dus het is eigenlijk een beetje een gids, zeg maar, in de Mississippi Delta, in de bluesmuziek en in de harmonica als instrument die daar gespeeld wordt. Voor mensen die er willen naartoe gaan, mooi. Maar ook als je er niet naartoe gaat, staan er voldoende gestoffeerde verhalen in om het net te doen lijken of je er geweest bent. Maar je moet dan wel Engels kunnen, hè? Ja, het is in het Engels geschreven, inderdaad. We hebben lang gediscussieerd over of dit goed of niet goed zou zijn, maar uiteindelijk toch voor die taal gekozen, omdat het ook de taal van de muziek is. Ja, okay. Klopt. Ja, eigenlijk een logische keuze. Ja, klopt. Ja. Nu, en waar kunnen we dit boek aankopen? Het boek is het gemakkelijkst aan te kopen via het net. En je kan daarvoor terecht, het zij op de site www.mondharmonica.be. En daar staat een link naar de site van het boek. Ofwel op de site van het boek zelf. En dat is www.catfishandcotton.com. Zoals eigenlijk de titel van Eén overschrijving van het boek kost €16. Het is dus niet zo heel duur. Een zeer schappelijke prijs. Nog. Eén overschrijving en het is van jou. Oké, goed. Goeie tip. Okay. Dankjewel. Nu, dat is niet de enige reden waarvoor je jou hebben laten komen hier naar onze Studio 40. Mm-hmm. Een andere reden is dat Toet Stielemans 90 geworden is. Klopt. En dat eigenlijk de mondharmonica opnieuw volop in de belangstelling staat. Gelukkig. En daar ben jij zeer gelukkig van, hè? Daar ben ik blij mee. Ja. Ja, omdat we ondertussen toch al 10 jaar vanuit een VZW-werking proberen om het instrument te promoten naar een breder publiek. Omdat we eigenlijk merken dat heel veel mensen al sinds hun jeugd een droom hebben om een instrument te spelen en er eigenlijk nooit aan toegekomen zijn om het te doen. En dan is de mondharmonica een prachtig instrument, omdat je op heel korte tijd vrij snel vrij veel kan leren en ook onmiddellijk het kan gebruiken en muziek maken met mensen. Dus het is een mogelijkheid voor veel mensen om die droom, waar ze dikwijls al 20 jaar mee bezig zijn, maar het nooit realiseren, om die waar te maken. Ja, dat is zeer straffe taal, want je maakt het zelfs nog straffer. Je belooft, je garandeert zelfs aan mensen dat ze binnen de 7 weken eigenlijk mondharmonica kunnen spelen. Ja, klopt. Maar dan wel mijn notie van notenleer, zonder notie van muziek of notenleer is niet nodig. Je moet totaal niet muzikaal onderlegd dan? Nee, je moet gewoon zin hebben om het te doen. En we beloven ook niet dat je Toet Stielemans wordt, maar dat je de basis van het instrument onder de knie krijgt om er dingen mee te gaan doen en daarachter door te groeien. Ah. En het is geen loze belofte, omdat ondertussen al meer dan 800 mensen bij ons gepasseerd zijn die het bewezen hebben dat het kan. Dus geweldig. Wij zijn vrij zeker dat het inderdaad lukt. Ja, ja, en hoe pak je dat dan concreet aan? Wel, de mondharmonica zelf, de mondharmonica die Toet Stielemans, omdat we er daar juist over praten, gebruikt, is deze mondharmonica. Dat is een chromatische mondharmonica, dat is niet degene die we gebruiken binnen de workshops. Hè. Wat wij wel gebruiken is deze mondharmonica, en dat is de diatonische mondharmonica, de bluesharp is een andere naam. En dat is een heel eigenaardig instrument, omdat de maker van het instrument eigenlijk er al rekening mee gehouden heeft dat het een instrument moest zijn dat redelijk intuïtief te bespelen is. En waar je niet veel voorkennis moet hebben om ermee overweg te kunnen. Dus met andere woorden, met
een paar principes uit te leggen, kan je vrijwel onmiddellijk aan de slag en kan je vrijwel onmiddellijk beginnen muziek te spelen met bijvoorbeeld een gitarist erbij. Oké. Okay. En vrijwel onmiddellijk is, letterlijk te nemen, vrijwel onmiddellijk. Het zal niet geniaal zijn wat er dan gebeurt, het zal niet super zijn, maar het gaat op zijn minst niet vals zijn en het gaat leuk zijn. Maar dat, je hebt uiteindelijk wel een instrument nodig, ja, hè? Klopt, dus, ja, je moet een mondharmonica hebben, hè? Ja, klopt. De welke dan? Want je toont zelf hier nu en je hebt er al drie verschillende, ja, bij. Dus wordt een beetje moeilijk. Er zijn ook heel wat verschillende merken. Ja, er zijn inderdaad heel veel verschillende merken. Waar mensen die geïnteresseerd zijn in mondharmonica en er willen mee starten, moeten opletten. Ga naar gelijk welke muziekzaak. Hè? En vraag naar een diatonische mondharmonica in C. Diatonische mondharmonica in C. Dan krijg je dit instrument. En C, dat is de toonaard. C is de toonaard, ja, waarin gespeeld wordt. Okay. Ja, dat is de beste toonaard om mee te beginnen. Kostprijs van een instrument, van een professioneel instrument, ligt rond de €30. Dus dat is niet zo heel veel. Dat is zeer schappelijk. Ja. Je kan die soms ook vinden in speelgoedafdelingen in grootwarenhuizen waar ze €5 kosten. Neem dat niet, want dan krijg je wel een mondharmonica, maar geen professioneel instrument. Maar voor €30 ben je vertrokken. En in gelijk welke muziekzaak zijn ze te krijgen? Diatonische mondharmonica in de toonaard C. Oké, okay, dus we hebben nu het instrument. Hè? Okay. Dus dat was een zeer belangrijk hulpmiddel dat, ja, we nodig hadden. En wat dan nu? Als je dan wilt leren spelen, zijn er een aantal mogelijkheden. Je kan inschrijven voor een workshop bij VZW Double Deal. Die workshops worden geafficheerd op de site www.mondharmonica.be. Dus dat is een mogelijkheid. Workshops zijn er. De kortstlopende workshop is 3 keer 2 uur. Dus dat is 3 sessies van 2 uur. Dat is echt heel weinig. Dat is zeer weinig. En dat loopt tot 7 keer 2 uur. Dat zijn de maximales waar we iets meer tijd hebben om te oefenen, om dingen in te oefenen. Ja. Dus dat is een mogelijkheid. Dan kan je op zeer korte termijn heel intensief, weliswaar, de volledige basis doorlopen van de mondharmonica. Een andere mogelijkheid is, als dat niet past omdat je een drukke agenda hebt of je kan je niet vrijmaken, dan is het ook nog altijd mogelijk om ons doe-het-zelf pakket te bestellen. Dus gewoon thuis? En dan kan je gewoon thuis oefenen. Ja, je hebt dan natuurlijk niet de feedback van een lesgever, hè, want dat is ook wel belangrijk en absoluut, dat helpt veel. Ja. Maar wat we wel gedaan hebben, het is niet een boekje alleen, het is een pdf-bestand dat we je mailen. Maar er bestaat ook een website, een multimedia-website, die ondersteuning geeft. Dus je kan voor iedere oefening die in het boek zit, ook onmiddellijk gaan luisteren op welke manier het moet gebeuren en hoe het zou moeten klinken. Dus het is niet zo goed als een lesgever, maar toch wel aardig dat je dat onmiddellijk erbij hebt. Wel een unieke hebt. Methode, toch? Pardon? Een unieke methode. Het is een vrij unieke methode en ook hier proberen we vanuit de VZW-werking toch om het heel toegankelijk te maken. Het doe-het-zelf pakket kost €15. Dus dat is ook niet oneindig veel. Dus met een professioneel instrument van 30 en €15 doe-het-zelf. Ongeveer €50 en je bent klaar dan. Ja. Oké. Okay. En eigenlijk op 7 weken tijd. En dat kan pakket, je dan... ja, dat pakket neemt je op 7 weken tijd doorheen de basis door met oefeningen erbij. En we vragen eigenlijk, de beginzin in het pakket is, leg je eerste optreden vast binnen 7 weken. Oké. Okay. Ja. Ik ga je niet op jouw woord geloven. Ik stel voor, ik zie dat je er toch verschillende hebt. Ja. Dat ik er ook één bij de hand ga nemen, okay, en eens ga testen. Ja. Of dat effectief wel waarheid is dat jij verkondigt. Oké. Okay. Daar moet ik rekening mee houden. We gaan samen optreden. En we gaan niet een... Niet overdrijven, hè. We gaan niet een nummer spelen, maar we gaan het nog moeilijker maken. We gaan een improvisatie doen. Wat veel mensen denken, wat nog een stuk moeilijker is dan gewoon een liedje spelen. Nu, een mondharmonica zoals jij ze hebt, heeft dus een aantal voordelen. Een voordeel is dat je met minimaal aantal afspraken een aantal dingen kan doen. Een van de afspraken zou bijvoorbeeld kunnen zijn, als ik een volkachtig nummer speel, uh-huh, en ik doe dat in dezelfde toonaard als de toonaard van jouw mondharmonica, dat is de C-toonaard. Ja, dan zijn alle blaasnoten op jouw mondharmonica perfecte noten. Er zit geen enkele noot tussen die vals is. Doe dat dan maar. Dus jij speelt alleen blaasnoten, je luistert wat en we maken samen muziek. Alleen blaasnoten. Oké. Okay. Succes. Thank you.
Of? Het is gelukt. Ja, het is gelukt. Ja, het is, ja. Het is eigenlijk opvallend simpel. Ja, ja, dat is zo. Doordat je zegt van enkel blazen. Ja. Oké, hier en daar ging ik wel even een mist in, maar het is effectief gewoon blazen. Ja, klopt. Voor deze methode, als het over folkmuziek gaat, kan je inderdaad eigenlijk onmiddellijk op podium op en beginnen samenspelen met iemand anders. Goed, oké. Vanaf nu kan u ons boeken. Ik vond het geweldig dat je wou langskomen. Ook het even wou komen toelichten. Goed. Jullie unieke methode. En ik hoop dat heel veel mensen zich uiteindelijk gaan inschrijven. Want ik vind het super instrument ook. Mooi. Dus misschien moeten we toch al uitkijken naar een opvolger, hè, voor toets. Goed, prima. Okay. Dankjewel, Luc. Dankjewel, hoor.